allemaal beste kijkers van Fish, Bouke hier weer met een nieuwe video met vandaag een Call of Duty Black Ops 3 beta gameplay. Ik speel hier een potje Safeguard op de map Hunted. Hunted is mijn favoriete map, ik hoorde van Fish dat hij die map niet zo leuk vindt. Zelf vind ik Combine dan weer echt niks, dat is de kleinste map van de Black Ops 3 beta, maar ik kan er gewoon niet echt goed op spelen. Hunted is echt mijn map tot nu toe. En ja, Safeguard is een nieuwe game mode in Modern Warfare 3. Waarom zeg ik Modern Warfare 3? Ik bedoel Black Ops 3. Hij zat er niet vanaf het begin af aan in de beta, want hij is er later bij geüpdate. En ik ben er echt blij mee, want het is een game mode die heel erg lang kan duren. Hij is super actievol en je kunt er gewoon veel kills in oppakken. Ja, wat het is, ik zal het even kort uitleggen. Je hebt een basis, de enemy heeft een basis. Je bent in offense of in defense. Als je in defense bent, dan moet je ervoor zorgen dat de enemy er niet in slaagt de robot in jouw portaal, in jouw basis te krijgen. En als je in de aanval bent, is het precies het tegenovergestelde. Dan moet jij juist proberen je robot in het enemy portaal of in de enemy basis, ik weet niet hoe je het wilt noemen, brengt. En dan scoor je een punt en dan heb je de ronde gewonnen. Normaal gesproken is het 2 rondes, maar het kan ook uitlopen tot 5 rondes. Deze loopt gewoon af bij 2 rondes, toen hadden wij gewonnen. Want ja, ik dacht, ik kan wel zo'n hele lange gameplay gebruiken, maar dan moet ik of stukjes eruit gaan knippen, of 20 minuten vol lullen. En daar had ik allebei even geen zin in, dus ik dacht, ik pak gewoon even lekker een gameplay die ongeveer 10 minuten duurt, netto ongeveer 10 minuten. Maar omdat je natuurlijk ook nog een beginstukje hebt, een middenstukje dat je van helft wisselt, en een eindstukje waar je de scorebord kunt bekijken, duurt het ongeveer 11 minuten. Nou, dat is een mooie lengte voor de video. Ik speelde hier met de M8A7, dat is de beste assault rifle van Black Ops 3 naar mijn mening. Het is een 4 round burst assault rifle, net als de M8A1 in Black Ops 2. Hij is hier ook weer super sterk. Ik vind hem echt sowieso het beste wapen tot nu toe. Ook de Razorback is heel erg goed, maar dat is meer een SMG. En ik ben zelf altijd wel van de assault rifles, vind ik toch even wat fijner. Ja, een paar tips die ik kan geven in deze game mode is: ga niet met je normale wapen op die robot zitten schieten, want dan verspeel je eigenlijk alleen maar je ammo. Ik zou gewoon lekker je score streaks en je specialist weapons gebruiken om die robot te vernietigen. En als je die even niet hebt, dan laat je die robot gewoon links liggen. En dan schiet je de vijanden die ervoor zorgen dat die robot loopt maar neer, want dan stopt die ook. Want je moet namelijk altijd in een bereik van ongeveer 2 meter bij die robot vandaan zijn. Tenminste, één iemand van je team wil die robot lopen, anders blijft hij gewoon stilstaan. Dus dan, als je geen specialist weapon of een killstreak tot je beschikking hebt om de robot kapot te maken, dan zou ik gewoon lekker je gunfire op de vijand focussen, zodat die robot ook niet doorgaat met lopen. Want hij loopt wel heel erg traag, maar soms dan is hij op de helft en dan is hij ook zomaar weer een kwart verder. En dan staat hij dus al best wel dicht bij je portaal. En meestal pushen ze dan nog wel even door, zodat ze ook dat laatste stukje halen met hun robot. Want dan ben je toch al zo dichtbij, dan wordt het opeens wel een stuk heftiger. Want dan, jij spawnt daar vlak bij je portaal en zij komen de hele tijd naartoe om die robot door te laten lopen naar het portaal. En dan is het echt gewoon één grote chaos. Dan gaat iedereen ook echt iets van 20, 30 keer dood in het laatste stukje van de match. Maar eigenlijk moet je zorgen dat die robot ongeveer in het midden van de map komt. En dat je hem daar vastzet, zodat ze niet verder kunt. Want dan in het midden heb je meestal wel wat power positions, wat head glitches en zo, die je naar je voordeel kunt gebruiken. En de enemy heeft die dan ook. En dan kun je daar een beetje over en weer battelen tegen de vijand en de vijand tegen jou. Kun je mooi killstreaks halen, kun je weer kills mee oppakken. En als je het slim doet, zorg je er gewoon voor dat je elke keer niet scoort, zodat het potje zo lang mogelijk duurt. En dan kun je ook lekker veel kills oppakken. Ik heb het idee dat je hier wel een 200 plus in kunt halen, want een 100 plus is zomaar gedaan eigenlijk. Daar hoef je niet eens echt heel erg goed voor te spelen, als je maar de juiste scorestreaks hebt aanstaan. Over scorestreaks gesproken, ik vind eigenlijk dat er best wel weinig nieuwe streaks in Black Ops 3 zitten. Ik heb zelf nu alles unlocked, want ja, ze hebben weer een nieuwe level cap gedaan. Je kunt nu tot level 49 in de beta en dan kun je alles unlocken behalve die ene die dus classified is. De mothership is sowieso erg slecht, ik had die veel beter verwacht. En wat ik de beste streak vind is de Wraith. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar jullie weten vast welke ik bedoel. Het is een soort van Pavlo-achtig iets. Daarmee kun je hem het beste vergelijken, maar hij ziet er anders uit. Het is echt zo'n futuristische helikopter die boven het veld gaat hangen en echt veel kills oppakt. Ik had er een keer een 5x feed mee. Dat vind ik tot nu toe de beste streak. En wat er eigenlijk nieuw is, zijn de wraps. Dat zijn zulke rollende spijkerballen die achter je vijand aangaat. En wat is er eigenlijk nog meer nieuw? Voor de rest is bijna alles al wel een keer gedaan. En is het eigenlijk heel veel
te vergelijken met Black Ops 2. Het maakt op zich niet uit, maar ik hoop wel dat die Classified Streak die er nog bij zit sowieso een nieuwe is. En heel erg sterk gaat zijn, want dat is gewoon leuk. Hij is sowieso lager dan de Mothership, als ik het goed heb. Want ze hadden al naar buiten gebracht dat de Mothership de hoogste streak zou zijn. Nou, die is 1600 punten. Dus dan hoop ik dat die Classified Streak 1500 punten of zo is. En ook gewoon lekker veel kills op kan pakken. Want ja, dat mis ik nog een beetje. Streaks die echt super veel kills maken. Ik vind de specialist dingen op zich wel leuk. Er moet ook nog wat aan getweaked worden, zoals ze dat dan wel eens noemen. Er moeten wat nerfjes en wat buffjes hier en daar gedaan worden. Want sommige dingen zijn echt veel beter dan andere. Bijvoorbeeld Reject is echt 10 keer handiger dan Kinetic Armor of zo. Dus ja, ik verwacht dat ze daar nog wel wat veranderingen aan gaan brengen. Voor de rest vind ik Black Ops 3 super leuk om te spelen. Het ziet er ook goed uit op next gen en zo. Alleen ik vind het nog best wel lastig. In andere Call of Duty's heb ik best wel vaak het gevoel dat ik altijd wel in kan schatten welke gunfights ik aan moet gaan en welke gunfights ik moet ontwijken. Want dan schat je gewoon een beetje je kansen in. Ga ik deze winnen? Ga ik deze verliezen? En als je denkt, deze win ik wel met zekerheid, ga je de gunfight aan. En als je denkt, dit weet ik niet zeker of ik deze gunfight wel win, dan vlucht je gewoon snel als dat nog kan. En anders doe je gewoon je best om wel de gunfight te winnen. Maar in deze game heb ik soms echt het gevoel, deze gunfight ga ik echt met 100% zekerheid winnen. Dan ga ik die gunfight aan en dan verlies ik alsnog. Er zit ook geen toughness in deze game. Dat had je in Black Ops 2 wel. En daardoor word ik zo vaak gefewkick headshot. Dat is echt niet normaal. Dat irriteert me ook wel een beetje. Ik heb echt het idee dat mijn mannetje een waterhoofd heeft ofzo. Want echt 60% van mijn deaths lijkt wel een headshot te zijn. Ik weet niet of jullie dat ook is opgevallen. Laat het anders even weten in de comments. Het is altijd wel leuk om daar bevestiging van te krijgen. Of meer mensen dat hebben. Want ik ga soms dood en dan denk ik, hè, hoe kan dat nou? Ik doe echt ontzettend mijn best. Ik ben echt een dikke tryhard op Call of Duty. En dan zit je me daar te zweten en dan ga je alsnog dood op een streak. En dan heb je echt het gevoel, ja, hier kan ik echt niks aan doen. Normaal gesproken zit ik ook altijd wel te ragen om deaths. En dan is het soms niet helemaal terecht. Dan weet ik wel, ja, dit lag eigenlijk wel een beetje aan mezelf. Maar op deze Call of Duty heb ik soms gewoon echt het gevoel dat het puur en alleen door connectie of door foute hit detectie of iets komt. Maar ik heb er wel plezier mee, hoor. Ik begrijp, het klinkt nu echt alsof ik het echt een vreselijk spel vind. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik vind het wel gewoon leuk om te spelen, want het is natuurlijk net nieuw. Maar ik ben er nog niet heel erg goed in. Ik heb wel al een nuclear medal gehaald en een paar 100+ gameplays. Maar voor de rest ga ik ook best wel vaak dood. En dan begrijp ik niet helemaal wat ik fout doe. Maar dat is misschien ook even een kwestie van wennen. Dat heb je natuurlijk altijd in het begin van een nieuwe Call of Duty. Je moet even de controls onder de knie krijgen. Maar daar ben ik inmiddels al wel aan gewend. Met het thrust jumpen en met het sliden en zo. Ik weet inmiddels wel hoe dat in elkaar steekt. En ik vind het ook best wel een leuke toevoeging. Al heb je soms wel dat de vijanden je gewoon helemaal om de oren vliegen. En dat je niet echt precies goed in kunt schatten waar ze zitten. In die oude Call of Duty zoals Modern Warfare 2 en 3, Black Ops 1, kon je altijd weten waar je vijand was doordat je de spawns kende, doordat je zag waar de objectives waren, doordat je zag waar je teammates waren, en daardoor kun je gewoon altijd weten waar ze zaten, ongeveer natuurlijk. En in deze game is dat gewoon een stuk lastiger, maar dat was ook al in de Advanced Warfare, omdat je gewoon veel sneller beweegt. En de UAV die vind ik ook iets minder goed. Ja, ze hebben hem lang gerekt gemaakt ofzo, en daardoor vind ik het een beetje lastig om ermee te werken ofzo. Ik vind die vierkante UAV toch beter om een of andere reden. En er zit natuurlijk ook weer een Blackbird of Orbital VZ in de game. Die heet nu de Hater. Ik vind het ook wel leuk dat ze die weer terug hebben gebracht. Je schijnt hem eruit kunnen schieten, maar ik heb nog nooit gehad dat een vijand van mij hem eruit schoot. Dus ja, het moet kunnen. Maar tot nu toe is dat bij mij nog niet gebeurd, gelukkig. Want dat zou wel erg zuur zijn. Want het is best lastig en een hoge streak om te halen. En als je dan gehackt of eruit geschoten wordt, dan is dat natuurlijk een beetje zuur. Hij blijft naar mijn idee ook minder lang, de Hater. Volgens mij blijft de VZ iets van 40 of 45 seconden in de lucht. En de Hater maar iets van 30. Tenminste, zo'n gevoel heb ik dat hij altijd heel snel weer weg is. Dat kan ook aan mij liggen, hoor. Want als je op een streak zit, dan heb je natuurlijk een adrenaline boost. En dan gaat de tijd waarschijnlijk ook sneller. Dus daardoor zou je ook kunnen denken dat hij korter blijft. Terwijl het in werkelijkheid gewoon komt doordat de tijd voor jou sneller gaat, omdat je op een lekkere streak zit. Maar dat weet ik niet. Daar moet ik nog even iets wat meer speeltijd voor hebben. Kan ik dat goed inschatten. Ik heb het ook niet opgenomen of zo. Dat zou ik eventueel kunnen doen. Maar zoveel maakt het mij natuurlijk ook weer niet uit. Want je verandert het dan niet. Het is zoals het is. En ik heb echt zin in dat de volledige versie van de game uitkomt.
Dan zullen er natuurlijk ook nog wel wat foutjes in zitten, maar dat is altijd wel met een Call of Duty. Als ze die foutjes dan maar aanpassen, dat zou ik wel heel mooi vinden. Laat me even weten hoe jullie de Black Ops 3 beta tot nu toe hebben gevonden en gaan vinden, want hij gaat vandaag aflopen om 10 uur standard Pacific time of zo is hij afgelopen. Ik weet niet hoe laat dat is in Nederland. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Ik ga het gewoon lekker spelen tot ik uit de lobby word gegooid en niet meer de beta kan doen. Als je het nog niet hebt gespeeld, laat me even weten of je er zin in hebt. Of dat je nu door al die gameplays en video's ook iets hebt. Nou, ik heb het wel gezien. Zoveel zin heb ik er niet meer in. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet het blauwe duimpje omhoog voor Fish niet. Plaats even een comment met iets leuks of iets anders wat je wil vragen of zo. Maakt allemaal niet uit. Check mijn kanaal even. Link staat in de beschrijving. Vergeet het blauwe duimpje omhoog voor Fish niet. En dan hoop ik jullie bij de volgende video weer terug te zien. Later mensen. Tot de volgende video.